Het is zeer duidelijk dat we hier meer koolstof gaan opslagen dan als we gewoon voortgedaan hadden. Ik ben Isabel Dursel, ik ben landbouwer in hoofdberoep en ik teel biologische veevoeders, voornamelijk voor melkveehouders, hier in de gemeente Oosterzeelen. Het was hier één hoofdteelt op deze akker van 5 hectare. En Bosplus en Ilvo hebben mij voorgesteld om een boslandbouwsysteemplan aan te maken. We hebben gekozen voor een zeer simpele boslandbouwsysteem. We hebben 10 meters tussen de bomen gelaten, dus met de machines kunnen we er nog gemakkelijk door. Aan de randen zijn er 150 kornoeiers. Die zou ik graag in sap willen verwerken. We hebben al een appel- en kweepeersap en hopelijk in de toekomst een appel- en kornoeiers. Ik verwerk allerlei thees en ik gebruik heel veel vlierbloemen die ik droog voor de kruidenthees. En hier heb ik nog heel veel stekjes zelf gedaan van aalbessen en cassis. Het is zeer duidelijk dat we hier meer koolstof gaan opslagen dan als we gewoon voortgedaan hadden met onze teelten van granen en maïs en grassen. Ik denk dat bomen heel veel voordelen hebben voor landbouwers. Die bomen gaan groter worden, gaan ervoor zorgen dat er meer schaduwplekken zijn. Ook bladval, dus meer organisch materiaal die op het veld valt en dus natuurlijk bemest eigenlijk. Ik denk niet dat deze aanplant de klimaatcrisis zal oplossen. Maar als we tegelijkertijd onze uitstoten verminderen en iedere landbouwer plant bomen op zijn perceel, ja, dan denk ik dat we echt samen verder kunnen.